Het voorbije weekend hebben de beloften hun leidersplaats in de klassering verstevigd. Club won thuis de topper tegen Brussels, meteen de vijfde overwinning op rij. Wij zoeken naar een verklaring voor de uitstekende resultaten. Club heeft als leider in de klassering 1 punt voorsprong op Brussels. De Brabanders tonen zich sterk in de duels en kunnen terugvallen op een sluitende verdediging. Bovendien duiken ze regelmatig op voor de Brugse goal. Na een half uur komt Brussel zelfs op voorsprong. Alexander da Silva begaat een overtreding en dat leidt tot een strafschop. Moussa Sanogo verschalkt Yves Leenaerts. De 0-1 is ook de ruststand. Trainer Gert Verheijen ziet zijn spelers stevig starten in het tweede deel van de partij. Gert-Jan de Metz kopt een uitrap van de Brusselse doelman tot bij Brecht Capon. De Brugse goalgetter gaat alleen op de doelman af en kan de score in evenwicht brengen. 1-1 na 47 minuten. Het vervolg blijft spannend. Aan beide kanten vallen er kansen. Club toont zich fysiek sterk en blijft ook in de slotfase drukken. Dat levert resultaat op. In de laatste 7 minuten kan Blauw-Zwart 2 keer scoren. Een vrije trap van Lutum belandt in het pak. Timothy Drezen en Murat Onal raken de bal en die verdwijnt achter de Brugse doelman. Het mooiste doelpunt van het seizoen is het niet, maar het brengt Blauw-Zwart wel op voorsprong. En in de 89ste minuut vinden de Brugse invallers opnieuw de weg naar de netten. Brecht Capon levert een assist af aan Murat Onal. En die kan de bal binnenprikken. Blauw-Zwart wint de topper met 3-1 en scoort 3 doelpunten in de tweede helft. Ik vond ook de eerste helft ook goed. Maar goed, toen hadden we nog heel veel weerstand van Brussel. Dat sterk verdedigde en snel eruit kwam. Een paar snelle aanvallers. Maar goed, de tweede helft hebben we bevestigd. Nog een tandje bij kunnen steken. Een beetje risico genomen met wat extra aanvallers. En dat heeft geloond. Net als het eerste elftal slaat Blauw-Zwart ook bij het belofte vaak toe in de laatste minuten van de wedstrijd. De ploeg beschikt over fysieke slagkracht. Dat is zeker goed in orde, maar ook over de mentale weerbaarheid. En ook over het feit dat als ze achterkomen, laten ze hun kop niet hangen en blijven ze voorgaan. En goed, als er één ding heel goed is, dan is het een wedstrijdmentaliteit, een ingesteldheid. Daar kun je nooit iets op aanmerken. De invallerskern bestaat al het hele seizoen vooral uit beloftespelers. Het aantal A-kernspelers is beperkt. Al kan Timothy Drezen achterin warm draaien. En hij brengt rust en spelinzicht in de verdediging. Ik heb nu 5-6 wedstrijden met de jongens van de belofte gespeeld. Het samenspel is veel beter nu. Ook individueel vind ik dat het veel beter begint te lopen. Zowel het matchritme, fysiek als het technische vlak gaat elke wedstrijd beter. Na een moeizaam competitiebegin heeft de ploeg nu 5 wedstrijden na elkaar gewonnen. De club heeft nu 2 punten voorsprong op Lokeren, dat tweede staat. De ploeg is gegroeid tot een hechte groep. Dat was in het begin niet zo en dat is nu duidelijk aanwezig. En goed, je ziet ook duidelijk dat deze jongens voor elkaar iets willen doen. Vuil werk willen opknappen en dat is nodig om wedstrijden te winnen. Je voelt al aan de groep dat we in de winning moeten zitten en we proberen dat zo te houden. Er wordt veel meer gelachen natuurlijk als je wint in de kleedkamer en dat is wel leuk. We zijn een jonge groep, we krijgen veel kansen bij de reserve. En als we zo voortdoen, komt er ooit wel een kans, misschien in het eerste elftal. Brecht Capon speelt zich alvast in de kijker dankzij zijn scorend vermogen. Na 9 wedstrijden heeft hij al 9 doelpunten gescoord. Ik kan maar mijn best doen. Ik hoop dat ooit de kans komt, maar we moeten realistisch blijven. Het is nog een grote stap voor naar de A-kern. Gewoon je best doen en dan zien we wel. In de kleedkamer durven al eens titelambities weer klinken. Ook al beseft iedereen dat er nog maar 9 speeldagen achter de rug zijn en er nog 25 matchen moeten gespeeld worden. Het is leuk voor een trainer, maar je merkt ook aan hen dat zij het zo geweldig vinden om bovenaan te staan. Hè. Want natuurlijk kunt wel zeggen dat het minder belangrijk is, het klassement, en dat is ook wel zo. Maar ik merk toch ook wel aan mijn gasten dat zij er enorm mee bezig zijn en erin opgaan in dat klassement. Dus dan doe ik graag mee natuurlijk. Ook de Brugse belofte speelde afgelopen weekend hun wedstrijd tegen Moes Kroen. Ze kregen versterking van A-kernspelers Valgaren, Maartens en de wederoptredende Brecht Capon. Al na een vijftal minuten is Club een eerste keer gevaarlijk, maar Lutuin kan de voorzet van Gert-Jan de Metz niet binnen het kader koppen. Dan is het wachten tot de 25ste minuut. Capon kopt de voorzet van Vermeulen door tot bij Lutuin, maar die krijgt de bal niet onder controle. In de daaropvolgende hoekschop van Maton klimt Valgaren het hoogst en de 1-0 staat op het bord.
Nog geen 2 minuten later zet Thomas Maton een 1-2 op met Capon en de bal komt terecht bij Alonso da Silva die de bal laag binnenknalt. Moes Kroen kan geen enkele echte kans bij elkaar voetballen en kort voor de rust is het opnieuw club dat komt dreigen. Maton probeert het met een lopje, maar de doelman kan nog net voor de lijn redden. Na de rust is het Moes Kroen dat komt opzetten en club lijkt in slaap gevallen. Na 20 minuten krijgt de defensie de bal niet weg en de bezoekers kunnen zo de aansluitingstreffer scoren. Blauw-zwart acteert heel wat slapper dan in de eerste helft. Maar 10 minuten voor tijd kan Bronier zich toch doorzetten. Via Alonso komt de bal bij Vermeulen en die laat de doelman geen kans. De wedstrijd lijkt gespeeld, maar 2 minuten later kan Moes Kroen via een hoekschop en een frommelgoal toch nog milderen tot 3-2. Dat is meteen ook de eindstand, met een verdiende overwinning voor de Brugse jongsters. Ik was een beetje verrast dat het zo goed ging in de eerste helft, want het was een heel, heel slecht veld. Het wordt alsmaar slechter en nu was het eigenlijk onmogelijk om op te voetballen. We hebben dat toch gedaan in de eerste helft, goed gevoetbald zelfs. 2 mooie goals en dan de tweede helft inderdaad was het helemaal weg en dan door eigen foutjes eigenlijk moest Kroen nog dichterbij kunnen komen. Ik denk dat we uit de kleedkamer uit concentratie uit de kleedkamer komen, maar aan de helft van de tweede tijd hebben ze ons een beetje herpakt. Ja. 2 domme tegen gewoon. Ja, toen hebben we 3 punten. Hè. Ook de Brugse Belofte speelde dit weekend de derby tegen Cercle. De ploeg van Gert Verheyen kon voor die match rekenen op A-kernspelers Yves Leenaerts en Mustafa Diallo. Op een dramatisch slecht veld krijgen de buren uit Cercle de eerste kansjes, maar het is blauw-zwart dat binnen het kwartier op voorsprong komt. Alonso bedient kapitein Gert-Jan de Metz, die mooi de keeper omspeelt en beheerst afwerkt. Kort daarop ziet het er heel benard uit voor blauw-zwart. Alexander da Silva trekt de doorgebroken cirkelspeler neer in de 16. Penalty en rode kaart is het harde verdict. Het Valenta zet de strafschop om. Club moet nu nog 70 minuten met 10 man verder, maar komt toch terug op voorsprong. Na een fout op recht Capon krijgt blauw-zwart een strafschop. Thomas Maton zet die feilloos om. Op het half uur wordt het zelfs 3-1 na een heerlijke actie van Alonso. Hij zet 2 man in de wind aan de middencirkel, stormt alleen op doel af en schiet onhoudbaar naast de bezoekende goalie. Een hele mooie goal van de aanvallige Alonso. Ja, de trainer zei zelf, maak altijd gebruik van je snelheid. Ik heb niet gebruik gemaakt, het lukt wel. Net voor de rust lukt Cercle de aansluitingstreffer. Na een niet gefloten fout op Diallo kan Cercle profiteren van de verwarring bij blauw-zwart en zo de 3-2 binnenschieten. Na de rust blijft de ploeg van coach Verheyen goed spelen en kan Cercle nooit profiteren van de numerieke meerderheid. Blauw-zwart bouwt zelfs de voorsprong verder uit. Na een diepe bal van uitblinker Gert-Jan de Metz werkt goalgetter Brecht Capon beheerst af. 4-2 is dan ook de eindstand na een uitstekende prestatie van onze jongens. Het is niet zo evident om met 10 spelers te komen staan na 23 minuten en dan die wedstrijd te winnen. Dus dat is heel knap. Ze hebben dat vooral met 10 mensen heel knap gedaan. We speelden heel georganiseerd. Iedereen speelde goed op zijn positie. Iedereen werkte 100%. Ja. Club Cercle was een echte derby, gekruid met 6 doelpunten, harde duels en veel animo. Zo zijn derbies, hè. Ik heb nog nooit anders geweten. Het is altijd zo'n beetje Cercle die zich volledig geeft. Wij ook. Het zijn veel jongens nog van Vlaanderen. Hè. Juist Moussa die van Senegal komt. Dus dat derbygevoel leeft wel nog. Hè. De overwinning komt op een goed moment. Na een klein dipje kunnen de Belofte hun sterke eerste seizoenshelft op een tweede plaats afsluiten. We hadden dat nog eens nodig en ook... Goed, de spirit en de goede mentaliteit, het voor elkaar willen vechten, was helemaal terug vanavond. En, dat is mooi om te zien. Nog Stijnen die hier Kilian Overmeijer van een goal moet houden. En nog een zeer goede redding in huis heeft, nog een betere zelfs op deze inzet van Vukomanovic. En Brugge mocht zich gelukkig prijzen dat ze niet op achterstand kwamen. Kwamen wel op voorsprong. Alexander da Silva, debutant, zoon van... Sergio, die nog in Waregem voetbalde, met de voorzet. 18 jaar, hij mocht debuteren. En Jonathan Blondel scoort heel weinig, maar scoort daar een belangrijke.
en misschien wel bevrijdende treffer op dat moment. Maar helemaal op het einde, nadat Brugge eigenlijk ook nog wel een kans kreeg via Djokic en een goede redding van Kopa. Helemaal op het einde kwam Lokeren dan toch nog terug, omdat Brugge iets te ver terugkroop. Met heel veel mensen achterin. Hoge bal weggekopt door Kutsjera, afvallende bal bij Vukomanovic en die trapt hem prachtig binnen. Tussen vijf mensen, onhoudbaar. Vukomanovic, ja, het leek een hele zwakke, slechte voetballer vorig jaar, maar onder Lekes is hij toch, net zoals heel die ploeg, weer heel snel verrezen. En Jackie Matthijssen, ja, die moet, ja, die zei van het kan alleen maar verbeteren na die 9-9. Maar dat is niet echt gebeurd. Dat is niet echt gebeurd. Anderlecht niet goed, Brugge niet goed en de Rode